Rembrandt portretteerde in 1637 de predikant Eleazar Swalmius. Swalmius was een prachtig voorbeeld van de nieuwe elite die opstond na de synode van Dordrecht. Swalmius was een felle predikant, maar hij liet wel bij de mooiste en beste portretschilder van zijn tijd, Rembrandt, een portret schilderen. Niet alleen van zichzelf, maar ook van zijn vrouw en van zijn dochter. Swalmius was bovendien een spil in het netwerk van Rembrandt. Hij kende Rembrandt persoonlijk ook nog eens goed. Dus we kunnen hier prachtig zien dat kunst en Calvinisme heel goed samengaan. Een belangrijke schilder is Joachim Utewaal. We staan hier voor het campagnebeeld van deze tentoonstelling en daarop zien we heel mooi zijn verhaal verbeeld. Joachim Utewaal was een kunstenaar en hij was ook politicus voor een strenger gereformeerde partij in Utrecht. Utewaal schilderde hier zijn dochter Eva, maar hij schilderde ook andere taferelen zoals we hier achter zien. En deze taferelen lijken met elkaar in spanning te staan, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Voor zichzelf schilderde hij zijn dochter Eva op een hele sobere manier. Maar voor andere mensen schilderde hij ook nog naakte figuren, zoals bij de Caritas. Voor een Calvinistische weduwe uit Utrecht schilderde Ferdinand Bol, een Rembrandt-leerling, deze Abraham en de engelen. Hij maakte het voor haar woonhuis. Het hing in de salon. En het was één van vijf werken die allemaal deze hoogte hadden. Een enorme opdracht voor Ferdinand Bol voor deze weduwe. En het was een mooi verhaal wat zij zelf had gezegd dat hij moest schilderen. Gereformeerde of protestantse kunstenaars zijn van alle tijden. In de 19e eeuw staan er twee hele beroemde op. Van Gogh en Mondriaan. Allebei zijn ze niet gewaardeerd en worden daarna heel bekend. En allebei komen ze uit een protestants milieu. En dat protestantse milieu vond het juist vervelend dat ze zo vernieuwend waren in hun kunst. We zien dat ook op hun schilderijen. Hun protestantse achterban vond schilderijen met landschappen prachtig, maar Mondriaan en Van Gogh gaan daarmee allebei experimenteren en verliezen daardoor een deel van hun protestantse achterban.